Want ook in de praktijk merken we dat het tempo vasthouden bij nieuwbouw echt geen gemakkelijke opgave is. Dus Lara, fijn dat je bent aangeschoven om ons eens even bij te praten. In de nationale prestatieafspraken hebben EDES, VNG, de Woonbond en minister De Jonge afgesproken dat er 250.000 nieuwe sociale huurwoningen moeten komen. Dat gaat niet vanzelf. En met diverse tafels en subsidies probeert onze minister die woningbouw te stimuleren. En we hopen eigenlijk dat jij ons in deze podcast een beetje wegwijs wilt maken in het voor ons ogenschijnlijke oerwoud aan tafels en maatregelen wat er aangeboden wordt.